wij zijn in Vegas en wij gaan hier de komende 7 dagen overleven. Dus die hele stad gaat eraan. We maken de stad kapot. En het begon allemaal nog zo normaal. Vegas, baby! Je stem is nu echt helemaal naar de getver. Nee, ik ben gewoon net wakker. Hij weer gezopen gisteren. Nee, ik ga deze week zuipen met jullie in Vegas! Ik heb er zin in, zoals jullie merken. PSV is zeker tweede en hij is meteen enthousiast. Nummer 1, PSV, ja! Yeah. Mensen, we gaan naar Vegas! Maar ik wil niet weten hoeveel jij gaat gutsen in Vegas, want daar is het zo tandtoe warm in die woestijn, jongen. Hoe warm is het daar dan? 400.000 graden. Kennen jullie die American Dream? Ik denk dat het helemaal niks naar Amerika gaat om daar een nieuw leven op te bouwen. Ja, wat leuk. Dat ga ik doen. Die clown, jongen. Dan zeg je, oh, het is een koffer wel ingepakt dat hij net zoveel onderbroeken mee had. Ik weet niet wat nuttelozer is, dat ik met een lege koffer naar Vegas ga of dat Milo weer een nieuwe zonnebril koopt. Je hebt echt serieus al 12 zonnebrillen ofzo. Ja, maar normaal doe ik het echt voor de grap, omdat ze heel lelijk zijn. 411 euro? Ik koop gewoon een mooie zonnebril. Laat eens even zien, wat heb je gehaald? Het is gewoon een goed merk, je mag aan een mooie zonnebril geven. Helemaal geen Yoohoo merk. Wat zit je mij nou belachelijk te maken? Je bent echt niet goed bij. Ze hebben hier 300 euro voor betaald. Joehoe! Wat is dit nou? Je moet een beetje voor de dag komen daar. Glitter en glamour. Ik ga even twee platen tegen elkaar al lasten vanmiddag. Wat ga je doen? Ik ben jongen. Hij is echt een vondel. Je moet dus zeggen van... Laat het zien! Je ligt als iemand van de makkers nu. Ja, zit ja! Fuck, dit is het allerergste inzicht die ik ooit in mijn leven heb. Dit is echt makkers, man. Tering cringe. Dit is ons huis. Hey, dit is hier. Hey, man. Kijk, we hebben een stabilizer. Zo in je handen. Wow! Oké. Wij zijn in Las Vegas. Dit is ons huis. Laten we even een kleine house doen. Ja, want de buitenkant is niet heel mooi. Oh, hij is gevallen. Hij is gevallen. Nou, het is weer gefixt. Kijk, en dat ziet er dan dus zo uit in het echt. Nou, dat is toch mooi. Zet hè? Oké, maar nu gaan we even naar het hoogtepunt van het huis. En dat is natuurlijk, ja, ik maak de transition wel even hoor. Kom nu. Zo, mensen, dit is de meest trieste thuisgym ooit. Hij heeft een fiets, hij heeft een loopband en hij heeft alleen maar een rekje met dumbbells zonder een bank of zodat je er iets mee kan doen. Ja. Dan kun je er helemaal niks mee. Oh mijn god! Wat doe jij? Gast, wat doe jij? Maar dit is echt helemaal geen actie voor jou. Normaal gesproken word je altijd heel boos als iemand anders dit doet. Dus laat maar zeggen mensen, dit is geen basketbal, een normale basketbal. Deze bal weegt 5 kilo. Nou, ik weet niet hoeveel borg we betaald hebben, maar die zijn ze natuurlijk alweer kwijt. Nou, dat is voor later en zo, laten we nu echt het hoogtepunt van het huis laten zien. Ik moet zeggen, die stinkende casting couchbanken die... Nou, wat is dit? Wat is dit voor spermabank? Maar het is gewoon een beetje alsof je in een huis komt wat gebouwd is en... Voor de foto's. Waar ze gewoon nog lang niet klaar zijn. Nee, maar het echte hoogtepunt is natuurlijk niet binnen, want het is de stad van de warmte. Die is natuurlijk buiten. Kijk eens! Dat is een jacuzzi. Hier gaan we zeker in zitten vanavond. Ja, s'avonds. Oh, en mensen, dat is misschien ook nog leuk om te zien. Je denkt, oh, er zijn ook nog twee andere huizen geboekt voor andere mensen. Nee, dat hoort gewoon bij ons. Maar dat is zo creepy, die huizen. Daar durf ik gewoon niet in te slapen s'avonds. Zullen we gaan ghosten of niet? Hebben jullie trouwens die glijbaan gezien hoe weinig water er van die glijbaan afkomt? Het is dus één zo'n mini straal en de hele zijkant is gewoon helemaal stroef. Roelie. Maar je moet wel maar naakt, want ik heb maar één onderbroek bij me. Roelie. De dolfijn is goed te herkennen en hij is vaker voor de kust gezien in de buurt van mensen en schepen. Zullen we de stad in? Ken je wat leuks? Ja, ik weet wat leuks.
Kijk, dit is dus een snack, een healthy snack. Kijk, er zit kokos in, fruit en mango. En wat is dat eromheen dan? Dat eromheen is echt zeg maar een suikerspit burrito. Dit is een hele dit is een suikerspit burrito, mensen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld koekjes gekozen en kokos en mango. Ik heb bijvoorbeeld mint-ijs met dan M&M's en Oreo en marshmallow. Ja, lekker zoet. Ik had dus zoiets van, ja, ik vind al weinig suiker, dus ik heb er ook nog even wat Snickers bij gedaan. Heb ik bubblegum ijs. Het is zoeter dan dat. Het is hier één tegels op burrito. Als je niet zo verdeeld had, dan geen burrito, dan hadden mensen het geloven. Auw, wat heb jij? Augurk. Augurk met kanjoenkruiden. Die verkopen ze hier niet. Die verkopen ze hier niet echt. Dit is zo zoet dat je gewoon niet meer proeft wat het is, omdat het zo zoet is. Ik ga niet voor je liegen, maar ik vind het gewoon best wel lekker. Ik denk echt dat die 1500 calorieën in zit of zo. Wat is dit, joh? Midlife special, is lekker hoor. Ja, hij vindt het lekker. Hij vindt het lekker. En als toerist in Vegas kun je de volgende toeristische attractie natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. Vegas, baby! Wow. Dit is de FPC even, jongen. Wij dachten, we lopen gewoon even een van de allergrootste hotels, casino's in die er is. Ja, de eerste die we zagen. De eerste die we zagen. Ja. New York heet het hier. Zijn we niet trouwens, mensen. We kunnen hier heel veel geld kapot slaan, maar onze ogen volgen. Here we go. Zo. Oké, hou maar op. Ik denk denken dat dit maar $18 kost voor één rintje per persoon. 19. Kom. Ah! Mama. Precies hebben we gestopt omdat ze de GoPro eruit komen halen. Hi, dat zijn dan lullig, hè? Ik heb een GoPro. Ja, toen werden dus de GoPro's ingenomen en mochten we onze rit in deze achtbaan niet filmen. Oké, nou we zijn er net uit. Ik dacht eerst wat flauw dat dat niet mag. Ik snap wel dat je niet dat ding mag filmen. En ik ben even langs gegaan voor die foto's. Want er zaten een paar keer flitsjes in die achtbaan. Ja. Ik heb er 5. Zijn we klaar voor de eerste? Nee. Foto 1. Hoppa! Oh, zo! Ja. Ziek, dit is wel mijn nieuwe profielfoto, man. Dit is gewoon smooth, hoor. Ja, is wel onscherp. Foto 2. Kijk, met zo! Mooi. Jij krijgt een Tia. Ik heb een interne Tia. Jij krijgt een Tia. Ik kom voor deze buiten. Het is een lastige vraag, dat weet ik, maar wie ben ik? Ik denk dat niet dat dit mijn slechtste motor is, heb ik zo dit is mijn persoonlijke favoriet. Okay. Goed hoor. Nou, jij rent. Zo. Deze had ik ook net zo goed niet kunnen nemen. Top show. En nu actiefoto's. Actiefoto's. Dit was geposeerd. Het was ook heel veel niet leuk. Die niet blessen niet man. Maar de mensen op deze foto zijn ook wel echt zeldzaam lelijk. Laatste foto. Dames en heren, jongens, meisjes! Nou, dit was het. Ik heb er echt heel veel uitgegeven. Heb ik dat tot declareren eigenlijk? Ik heb zo'n honger dat ik bijna poep zou. Hey, ik wil nog iets anders zeggen. Ik heb op Schiphol een nieuwe zonnebril gekocht. Nee. Ja. Maar ik denk daar even op. Wacht. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja. Is hij van Gucci? 3, 2, 1. Jezus. Dit is al niet gek. Wat heb je hiervoor betaald? Ja, maakt niet uit, maakt niet uit. Zeg het. Maakt niet uit. Dit is echt misschien wel de allerlelijkste zon. Oh, wat zeg je nou? In Nederland draag ik hem niet, maar voor hier vind ik hem wel passen. Ik voel me stoer en sexy. Weet je wat echt leuk zou zijn? Als allemaal hier dan helemaal niks krijgen. Keihard opzij aan het blazen. Mooi. We zijn hier je zou denken we zijn in Las Vegas, maar we hebben een vlucht genomen, we zijn nu in Italië. Het is wat donker in geworden, ja. Ik vind het echt heel raar donker voor de blauwe lucht. Ja, de lucht is echt blauw. Het glitch in de Matrix. Hey, de reden dat we hier zijn, Roel, ben jij. Ja. Jouw shirt is inmiddels gewoon hard geworden. Ja, nou, naar die achtbaan begon een beetje stinken. Durft één van jullie aan dat shirt van Roel te ruiken? Nee, absoluut niet. Ja hoor! En jongens, we hebben het helemaal nog niet over gehad, maar Walik is dus echt een ongelofelijke stewardess. En die stagiair van ons die heeft de hele rug net te zitten flirten, jongen, die stagiair. Als student leer je een beroep voor later, daarom ga je tijdens je studie op stage. Maar we zijn hier speciaal voor jou, want jij hebt toch eigenlijk achteraf bedenk je, ik heb toch wel kleding nodig. Ja, ik heb dus geen stoffen. Jij bent ook een dreampak minder leuk uit dan jou. Je moet hier naar het land komen om iets op te bouwen en dat ga ik doen. Dan gaan jullie maar lekker op die kutgrommel zitten en dan ga ik even lekker shoppen. We gaan echt niet op het boven. Het is zo naar, man. Is schat? Schat, is dat romantisch? Is dat in Venetië, samen, lekker. Laten we even los. In Venetië is dit al... In Venetië is dit al zo toeristisch en kut. En dat ze dat dan hier namaken, wat het nog echt zoveel bizarder maakt. Ten tweede, we moeten onze gordels om. Kijk, stel nou je valt hieruit. Dan kijk hoe diep het is. Het is hier echt 30 centimeter diep. Dit bootje kost ons €134 om ze hier in te zitten. Leve de koning! Waar are you? Jij bent de eerste in de geschiedenis van deze boottochten die hier op die boot de keiharde knetterrug laat. Oh, I'm sorry.
Italië. Ja. En ze hebben vandaag uitgeschakeld in de halve finale, mensen. En we balen nog steeds, man. Hey, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Hartstikke leuk, man. Kunnen we er hier gewoon uit? En misschien moet ik een vette foto van jullie maken. Mensen, volg ons op Instagram, dan zie je deze foto. Jezus, wat een lelijke foto! Stel dat jullie elkaar toch hier een kus, dan denk je echt dat jullie homo zijn. Dat is toch leuk? Ik ga... Oh, die snor! Als je homo bent, dan ben je super gay. Hey! Dat was eigenlijk voor later in de video, maar kom mooi. Het shirt van hoe wordt nu bedrukt. Ja. Echt helemaal customizen. We hebben een paarse gekozen. Ja. Die vent zegt, het maakt niet uit wat je erop wil drukken. Ik heb echt de raarste dingen al gezien in mijn leven. Ik vraag me, wat is het raarste wat we kunnen zien? Deze week nog kwam er een hele oude vrouw en die wilde een foto van de tieten op de shirt hebben. En toen zei hij vervolgens, ja, volgens mij hebben we geen papier wat lang genoeg is. Mensen, daar zijn we dan. Na het overweldigende succes van de gondola, waar Mia en ik net elkaars liefde gevonden hebben, zijn we even doorgegaan. Naar Dick's Last Resort. Naar Dick's Last Resort. We gaan hier meedoen aan een drag queen bingo. I am transgender. Maar even, we hebben nu de servers, dan kun je er bij vragen. Servers met sarcasm. Ja, je krijgt servers met sarcasm. Dat betekent dus dat ze echt super asociaal je gaan behandelen. Dat is een kleine cola, krijgen ze dan. Oh, it's a good one. Service with sarcasm. Dicks, not assholes. We're not here to insult you, but we're gonna talk a lot of shit. Let's handle it, you pussies. Beer for me, please. Answer my question. Pussy or not? Do we know what the hell we want to drink? What do we have? Read the menu, dumbass. What do you want, douchebag? Oh my god, you're gonna win. En toen kwam het slechte nieuws. De bingo ging door een technisch mankement niet door. Een technisch mankement met bingo. En daar zaten we dan. Mensen, ik ben echt helemaal... ik ben een echt kut, man. Yo! Oh, pas goed op. Oh. Ik heb ook allemaal aangeraakt op een manier waar ik helemaal niet aangeraakt word. Zou ik hier voor pijpen? Ik sta op het punt om op te staan en echt tering aan het rennen. Ik was echt overtuigd dat echt bingo ging spelen. Ja, ik ook. Ik was serieus dat we bingo gingen spelen. Ik vind bingo fucking leuk. Ja. Kwam ik later achter dat met drag queens kwam. En dit wist ik echt niet. Ja, en ik geloof er geen snars van. Waarom zou ik dit willen? Er zijn heel veel redenen. Nou, noem maar eens één. Dat jij gewoon overseksueel bent. Okay. Joehoe. Hey, check mijn pretzel. Diarree. Naar de keuken. Oh, ik zag het wel. Gozer, ik wilde inzoomen op die pretzel, die schoot uit dat hij mij duwt. What the fuck, wat is dit? Ik kan oprecht niet meer aan, ik ga gewoon weglopen. Ik zeg, je zoekt het in mijn uit. Zoek het lekker uit met je hele handel. Maar ze zijn nu een twerkcontest aan het doen. Dat is niet normaal. Terwijl, het is nu veel kutter op de raar. Je had beter meteen kunnen. We zouden gaan bingoen. Ja. Ga die man. Water, nou, wat we net nog hebben meegemaakt. We zeggen dat op een gegeven moment dan gaan ze het mensen het publiek halen omdat een twerk komt. Dus weet je, ja, dat conclusie van eten was echt teringranzen. Het was echt de meest ranzige tering geworden. We zijn alleen maar uitgescholden en ik ben geil. Ja. Dus, wat gaan we doen? Ik heb honger. Nee, ik heb echt nog honger, we hebben echt niks op. Oh my god, we hebben het hele menu van tussen die burger bestaan. Hey, Kriekel, hoe is het? Oh my god. En dan zo op tafel. Explosie. Matt heeft een te gekke challenge bedacht. Zoals jullie weten ben ik echt heel groot fan van Matt Stoney. Ja, Matt Stoney. En ook van Stoney überhaupt. Eigenlijk ben ik dus Matt Stoney. De challenge, wat ik dacht dat leuk is, jullie zitten allemaal een beetje cynisch te doen. Nee, echt niet. Matt Stoney at het hele menu in 10 minuut 38. Maar misschien kunnen wij dat verslaan. Slik. Je ziet helemaal nergens iets van Mr. Beast. Wat is de challenge precies? Dat we binnen 10 minuten het menu op moeten eten. Dit vind ik echt een aanfluiting voor je welste. Hij zit verkeerd om! Een broodje zit verkeerd om! Friet op een broodje! Het broodje zit verkeerd om! Huh? Dit is een broodje kaas! Er zit een hele hamburger op! Nee mensen, dit is niet de beeldnaam van die drag queen, dit is mijn broodje. Kun je wel 10 minuten weggeven aan het goede doel, maar... Schaam je kapot! Schaam je kapot! Oh nee! 338 hè? 2, 1... Ik ben zo droog. Nee. Hoe is dat in 10 minuten voor die kwartier kou? Mr. Beast! Kom een aanfluiting, zeg. Jongens, hallo! Heb je tegen ons? Ja.
Ik wil gewoon weg. Omdat er nog 4 items zijn, dus als jij de andere helft opeet, dan zijn we er. Zal ik jullie een leuk verhaal vertellen over de opvoeding van Koen? Hij dacht dat hartig dat dat gezond betekende. Is hij van de week achtergekomen dat hartig betekent dat het soort van tegenovergestelde van zoet, meer soort van zout. Maar waarom moet je nou voor de camera om zo... Nutella is hartig. Nutella is hartig. Nutella is hartig. Ik zeg, in dit land is Nutella hartig, omdat de rest nog zoveel zoeter is. Ja, dat vind ik een filosofie. Daar kun je overal een punt aan lullen. Maar dit is echt, als je gehandicapt en even deze koekjes op de rommelmarkt staat te verkopen voor een goed doel, bij de fair trade... Dan spuug je op hem. Dan zeg je... Wist u dat ze Prime ook energy drink heeft gelanceerd? Oh, dit is de groene. Die lekker, hè? Ik wil zeggen, aan hoe mat zijn handen gaat, verdamme. Die handen, die handen. Ik heb nog een smaak. Die Mr. Beast, hij kan veel, maar koken kan hij niet. Dit is echt een van de allerrandigste menus die ooit zijn samengesteld. Ik opende 1000 restaurants door heel Amerika en ik deed alsof ik tevreden was. Roel, doe eens vaak! Gaat het niet? Wat heeft hij met zijn handen het allemaal gepakt en jij hebt het daarna weer gaan te eten? Is dat vies? Niemand boeit dat! Het is zijn tijd! Nee! Zap in het kutspel wel! Domme debiel! Mensen, we gaan weer wat leuks doen, want dit was echt een kutspel. Maar nog voordat we wat leuks gaan doen, Raoul loopt inmiddels al zo wat 48 uur in dezelfde kleding. En daar moet echt wat aan gedaan worden. Raoul heeft kleding gekocht. Ik ben hier met lege handen naartoe gekomen. Ja, voor die American Dream. Ja, ja. Dus ik had ook niet heel veel budget te besteden, want ja, dat is American Dream. Dat is van een koortje. Ja, die is al sowieso mooi. En ook echt wat je nodig hebt als je mijn shirt bij hebt. Smoke weed. Oh, oh, je gaat op de netje. Wow. Oh, dit is ja, ja, dit is een merk. Dan heb ik hier de drunk meter. Exercise. I thought you said exercise. Ja, maar dit is van de fucking Mr. Beast burger. Heb je niet meer? Nee. Je hebt al meer. Je hebt dus echt geen onderbroek. Nee, die had ik, die liggen boven. Je hebt nog meer, je tas is helemaal niet leeg. Heb je dat gehaald? Heb je daar nog in zitten? Jawel, wat zou je open dan? Ja hoor, ja hoor! Ik ben ook een man met dromen. Ja, maar wat is dit dan? Ja hoor! Dit is de American Dream. Ik ben een kartje. Ik heb allemaal shirts en ik heb een Burberry overhemd van 700 euro. 700 euro? Dit gaan wij niet betalen met de bank. Nee, het dollar. Sinds wanneer hoeven we onze eigen kleding niet meer te betalen? We betalen altijd onze eigen kleding. Wij hebben wel namens bankzitters een cadeautje voor jou. We hebben een shirtje waarin je eigenlijk vanavond, want we gaan even de stad in. Ja, we gaan even de stad in. Ja. Even de stad. Oh, een mooi kleurtje. Joehoe. I'm not gay, but my boyfriend is. Ik wil eens een opmerking maken, Rover, maar als je het toch zelf moet betalen, vind ik het lullig om een opmerking over te maken. Maar hij is echt lelijk. En toen gingen we eindelijk naar de welbekende Las Vegas Strip om Vegas bij Night te ontdekken. Daar zijn we dan. We staan hier bij een stuk water. Milo die gaat zich duiken, denk ik. Gaat zich afroven hebben. Nee. We zijn in fucking Vegas! We zijn in Vegas! Ik zal er een klote van. We zijn in Las Vegas, maar toch is hier de Eiffeltoren. Milo. Dankjewel. Wat vet dit. Zo, hier. Zo! Dit is geen anticlimax. Ja, dit is goed, hè! It's amazing! Slechts 20 euro, ik heb misschien wel het allermooiste filmpje aan de mogen. Oh mijn god! Nee, oh mijn Govi! Govi! Nee, joh! Govi! Dit is zo zielig! Bijna stiks hebben we vanavond! Heb ik één! Oh mijn god! Nee, joh! Mickey! Nee, joh! Mickey! Mickey! Ik ben niet meer stoken, maar die Mickey is volgens mij echt tering dik. Kijk, toch gewoon een bierbuik. Dit is de meest troosteloze roos aan mijn leven. Geef hem even iemand die hier kan doen, die hier wel is. Zo is je groot genoeg. En we kunnen onze eerste dag in Vegas natuurlijk niet afsluiten zonder even een casino in te duiken. Dames en heren, we hebben gokkassen voor onze dromen. We zijn afgekomen op het moment dat je dus 10500 krijg je 10.000 credits. Ja, dan. $100. Dit is dus al niks, want hier 0 staat, dit is al niks. Oh, oh, oh. Ja hoor. Oké. Oh. 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 Red, red, red. Ja. Oh, je bent die clown op! $290!
Als dit een voorbode is voor de $10,000 die we later deze reis gaan inzetten bij de roulette tafel, dan moet het zeker wel goed komen. In totaal komen er nog 4 Vegas video's waarvan de laatste de grande finale is met de $10,000. Dus vergeet vooral niet even te abonneren en laat ook even een reactie hieronder in de vlog, hè?